En ik word weer gepakt in het fucking... En ik kom mijn mama weer omhoog en die zegt, en nou de stekker eruit. En dan zeg ik, wat zo kankert mama, en dan krijg ik klappen. Oh, jongen, jongen, jongen. God, ik ben het echt typisch, man. Waar dan alligator, hé? Geef me Minecraft. Nog één keer die fucking link in de mond je moeder. Echt. Jongen, jongen, jongen. Maak die link nog even hebben, hoor. Zei je, hè? Ik wil de link graag hebben, als ik kan. ik wil wel de Discord joinen, maar ik heb de link nog niet, dus ja, kan niet, hè? Nee. Ik sta 4-2 en ik kan dit winnen tegen Dirty Skippy. Maar als jij deze Dirty Skipperbal een kans geeft daarentegen... Steen. Choking on your boy dick like. Wat? Steen. Ja. Je staat achter, hè? Nee, 4-3. Ja, ik sta achter, ja. Ik wil dat je verliest. Oh ja, weet je wat? Ik krijg wat. Wat? Ja, weet ik niet, kanker of zo. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Leuk, ja, ik kreeg genitaliën, herpes, genitaliën. Ik geef hem ook gewoon een gratis goal! Peter, jij stopt nu! Peter, jij stopt echt nu, jij bent echt een nutteloos rotkind. Echt. Krijg ziekte. Ziekte na ziekte. Genees weer en gewoon weer een ziekte. Ik hoop het. Ja, ik heb hem gescoord. Echt te stop. Oh. Is dit een ritje? Dit, als ik nu nog één Discord heb. Het is gewoon ertussen hier de hele tijd doorgegaan, dat weet je. Het stopt nou net pas, hè. Echt, godverdomme. Geef hem mee. Pieter, kap me nou. Oh, echt jongen. Ik lach niet. Quinto lacht waarschijnlijk ook niet. Nee. Weet je wat? Ik zeg forfeit match. Abandon match. Jammer bel. Wauw, godverdomme. Niet vieze, vuile hoeren flikken, joh. Oké, join even Discord. You have an infant. Dat zal allemaal wel. Upload een avatar. Wat je e-mail opgetiefd. Nee, ga naar Chrome. Wat? Nee, wat denk je van chrominale kanker, jongen? Rot toch op, man, teringhond. Zijn naam. Zet even je mic aan in Discord. Het staat links onderin. User disconnected from your channel. Disconnected. Offline. Op Discord. Nee, op zijn PC. Oh nee, fuck, hij heeft mijn vrienden verwijderd. Echt?
Wat de flikken, jongen. Ja, werkt het nou? Ja. Waarom verwijder je mij? Helemaal waarom mooi. Waarom verwijder je mij uit je vrienden, jongen? Oh, man. Dat je gewoon echt een duurzaam dof kan kruisen. Schrijf me daarvan. Vuile ronde flikken, jongen. Ik stond ook gewoon 4-3. Weet je wat jij mij laat doen? Een eigen goal maken gewoon. Ik ben gewoon keihard mijn eigen goal ingereden. Fucking eigen school. Tieve sluiten. Weet je echt, jongen. Alle ziektes krijg ze. Vieze flikken. Oh. Jongen, ik ben echt klaar mee. Ik ga weer spelen, lach maar. Ik koop even Age van Zion. Oh, ik word echt ziek van. Ik koop Age van Zion. Huilen, flikken, Stijn. Waarom? Hoe duur is dat spel? 12 euro. 12 euro die ik daar niet gegeven. Hoeft niet meer. Ik sla alles kort in klein als ik dus ga verliezen in dit ja, spel. Ja, maar dat is nu, fucking lijp. Kut. Ga naar G2A. Hoe duur is die daar? Huh? Broeders, ik... Je bent echt een kutkneus, je snapt het leven echt niet ervoor. Nee, dat snap ik niet. Fijn niet. Wacht, Peter, doe jij het of niet? Dat is Quinto. Ja. 16 euro. Ja, 16 is... En dan, weet je hoeveel vakken ik daar al niet van moet vullen? Weet je hoeveel chipzakken ik dan wel niet op datum in het schap moet gooien? Dat is best wel veel. En leuke van alles is, ik flikker het er gewoon in, maar je boeit die fucking datum niet. Ja, dat moet bij ons dus wel, anders komt Maarten de gebaren pedo nooit toe om ons echt. Kijk, Johan is fucked up eng, man. Nee, Johan is aardig, Jacob is eng. Nee, ik vind Johan echt eng. Kan die kakak op de fucking boss. Oh, nee, die man is echt de held. Alleen hij moet echt een broek aandoen die hem past. Hij ja, als die bugs, jongen. Ja, een bouwfakken split, jongen, dat is niet normaal. Hey, weet je wat leuk is? Ik ben vandaag met mijn broek ingescheurd. Je bek. Ja, ik zweer het. Gewoon in de winkel. Oh, dat vind ik echt te veel. Gewoon in de winkel. Ik bug zo bij die eieren en in één keer hoor ik... Ik denk zo, what the fuck, is dat ei? Ik kijk naar mijn broek, een dik vet gat in mijn broek. Hassan, je lul uit dat je broek. Ja, ja, natuurlijk, dat had ik ook gedaan. Oh. Het zal je maar gebeuren. Oh, echt. Nee, Maarten mag me niet, dat is wel het probleem. Nee, ik weet niet waarom, hij mag me gewoon niet. Het zijn managers. Tuurlijk nog gezien niet. Nee, het is het zijn okay, DKW teamleiders. Ja, waarom is die Matthijs kaal? Kijk zijn hoofd, hij is ook helemaal rood nu, hè? Wat is er met... Zij heeft echt een ziekte, man. Misschien heeft ja, hij er ja, twee. Ja, nee, ik weet wat ik eerst zei. Ik zei kort pittig kapsel, man. En daarna vroeg ik zo aan Vincent, moet ik dat wel zeggen? Heeft die guy kanker of zo? Ja, dat wist ik. Ik dacht, stel je voor, ik zeg tegen iemand die kanker heeft, hey, kort pittig kapsel, vriend. Dat is toch fucking erg, of niet? Nee, maar tegen Matthijs moet je dat ook gewoon niet zeggen. Hij gaat tegen de manager zeggen. Hij is echt zo iemand die dat gaat zeggen tegen de manager. Ja, ik heb wel kunnen lachen. Hij liep echt langs, ik zag hem. Ik dacht gewoon, joh, hij is kaal, vriend. En ook elke keer als de snoep in de bak ligt van de dikke... Jij at er vandaag wat uit, of niet? Ik weet wel niks, mond dicht. Ik had crunchy biscuits van de Lees. Die heb ik helemaal opgevreten. Die waren lekker. Kijk, elke keer als daar iets in ligt en er ligt wat uit, gaat hij de hele tijd komt hij terug om te kijken wie dat doet. Oh, echt? Wauw, ja, vieze... Mij moet je echt oppassen. Vieze snitch. Vieze snitch. Ja, maar kijk, wij hebben alles in de koeling liggen, hè? Wij hebben onze THT in de koeling liggen, dus wij kunnen daar gewoon alles op zitten eten. Godverdomme. Ja. Nee, kijk. Die blonde, hè, die vandaag... je hebt hem wel gezien, Stijn, die blonde. Ja, die met Mike was. Kijk, hij en ik hebben een afspraak dat we elke keer als we gaan werken, dat we ons de beurt iets kapot gaan maken. Dat is een goeie. Oh, dat zou ik... Oh nee, wacht, die guy, hoe is hij ook alweer? Ik weet wat ik had vandaag. Zeg geen naam eens. Jochem. Oh, die lange, ik dacht dat je die andere, die kast bedoelde. Bram. Nee. Oh, Wessel. Nee, die helemaal, die doet het ook zuivel, dat is ook blonde. Nee, dat Bram. Die heet geen...
Nee, hij heet toch Matthijs of zo? Bedoel je Matthijs? Ja! Ja, wat is er weer? Ja, hij is de gast. En hij heeft echt avond. Dat zijn mijn bovenbenen gewoon. Echt. Mama, ik ben van hem het vechten. Echt? Oh, sad. Ja, is echt zo. Ik vind nee, maar dat wel, maar ik kan niet dat, dat viel me echt op toen ik hem eerst keek. Ik dacht, oh, Jezus Christus, die gaat naar de sportschool. Fuck. Hoe oud is hij? Hij is 16. Toen hij die doos ging oppakken, die spieren, jongen, dat is groter dan mijn huis. Dat is groter dan mijn toekomst, jongen. Dat is echt, dat is gewoon erg. Nee, zeg zo. Ja, oké, doei. Weet je, fuck off. Doe maar niet. Ben je maar open? Ik ga nu naar de sportschool, ik ga naar de McDonald's. Fuck de sportschool, jongen. Dat is wat ik heb een keuze voor ik leuk kan, maar luister, ik kan ook gewoon naar de QFC te gaan, toch? Normaal, man, niet. Zo mooi, man. Wat echt. Oh, jongen. Hey, waarom is die ene kleine bij jullie weg bij de zuivel? Heeft zij een ziekte? Nee, echt niet. Je weet wel, die echte onder... Zij moest daar weg omdat ze astma had. Waarom de fuck kun je geen melk pakken in pakken omdat je fucking astma hebt? Omdat het zo koud is. Dat is fucking... Ja, wat doet zij in de winter dan? Het klonk als zeg ik in pakken. Wauw, dat mag gebeuren. Zij is zo klein, doe ik snap het. Zij is echt no prank, denk ik, 1,30 of zo. Zij ja, is echt een dwerg. Nee. Ik kon zeggen zo'n kutjong. Ja, ik kon zeggen zo'n kutjong. Zijn vriend van haar komt naar haar toe en die gaat te zeggen: je moet dat, bier. Hoe noem je dat? Dat bierkratje erbij houden, anders kan je niet staan, hè. Ze had er twee nodig. Gewoon niet normaal. Ja, ze kwam naar mijn gang en zei: ik heb één bierkrat, ik heb er nog één nodig. Oké, komt goed. T-shirt heeft. Ik heb er nergens over, wel dan. Wie de fuck heeft er twee bierkratten nodig, zijn dus. Ga je niet zo'n zon kopen, Steen? Wat? Ja, dat wil ik wel doen. Doe ik morgen wel. Okay. Wat als zij er een keer overheen gaat vallen, of zo'n krat? Ze staat op die beide kratten en ze gaat vallen en ze breekt alle batten. Dat is gewoon helemaal niet grappig, maar dat maakt niet uit. Ja, ik ga dan stiekem echt lachen, denk ik. Ik ga gewoon haar kratten gewoon een beetje saboteren. Gewoon. Als ze aan mij kratten vragen, geef ik haar die kapotte kratten. En dan flikken ze gewoon, fuck, laat vanaf. Er zijn van die kratten, dan is dat plastic al gebroken, zeg maar. Dus als je erop gaat staan, valt het dubbel. Net zoals haar enkels. Ja, dat is zo. Dat is wel een dikke lol om te doen, denk ik. Hebben jullie allebei Counter-Strike? Niet, maar ik koop denk ik dan morgen wel Counter-Strike en H1Z1. Koop ik allebei wel. Want ik ben fucking rijk. Fucking rijk. Ik weet helemaal niks. Als ik H1Z1 speel, rage ik fucked up veel. Ja, maar dat moet je toch overleven en met ongeveer 150 mensen, toch? Ja, of is dat dan nog? Ja, dat. En dan zit je in de top 10 en dan ga je dood en dat is het ergste wat er bestaat. En dan rage. Ja, ik ben dus, ja, in ieder geval helemaal dood. Maar ik kan. Ik kan ook wel schreeuwen als ik bij de 149ste dood ga of zo. Dan kan ik ook echt kanker een reetje, denk ik. H1Z1. Ja, of ik je spant elke keer en dan als 10 seconden als je staat ga je dood. En dan 10 keer achter elkaar. Daardoor heb ik mijn beeldscherm kapot gemaakt. Ligt die naast me. Gewoon dom, gewoon. Het enige wat ik gedaan heb is mijn R2 knop. Dat is rijden in Rocket League. Die is bij mij er doorheen. Dus ik kan niet meer rijden eigenlijk. Dus ik heb die knop moeten ombinden. Anders ja, rijd ik gewoon forever vooruit. Knop zit vast. Als het KBO gebeurt. Maar als ik race, echt helemaal niet gewoon. Mijn zus wou de politie bellen omdat ik aan het race was. Ja. Nou, kijk, meestal als de andere mensen bij zijn, race ik niet zo erg dan als ik alleen ben. Oh, Peter kan me helemaal opfokken, fiets flikken. 100.